Hallo, welkom in deze nieuwe video waarin we gaan kijken wat de boodschappen zijn voor tweelingvlammen die in scheiding zijn met een tweelingvlam, maar die, waar dat er wel nog een bepaalde mate van contact is. Dus bijvoorbeeld niet consistent of niet regelmatig of een keer 4, 5 dagen na elkaar en dan weer niks. Wat dat hetgeen is dat je nu mag weten, wat je nu aan het leren bent, wat daar nu aan bod komt, of wat dan ook dat maar is, dan mogen weten. Dus we gaan eerst en vooral kaarten voor de connectie. Ah, dat vind je. Ik dacht dat mijn poes buiten was, maar blijkbaar zat ze boven. Dus, met andere woorden. Weer een mooie boodschap om aan te geven dat hetgeen wat je ziet in de realiteit niet altijd hetgeen is, maar dat ook werkelijk gaande is. En we krijgen hier Seeker of Crystals. Dus dat is hetgeen waar je rond aan het werken bent. Om die stabiliteit in jouw connectie te gaan krijgen. En hoe ga je dat doen? Door veel meer de alchemie van heel dat proces te gaan begrijpen. Dat gaat jou een nieuwe start brengen en jou uiteindelijk die Four of Flames, dus die eenheid en die viering met jouw tweelingvlam. Maar dat vraagt natuurlijk, wacht hè, ja, en natuurlijk ook natuurlijk die ultieme vervulling. Maar we vragen dat ook van jou om eerst die eenheid bij jezelf te creëren, eenheid bij jouw tweelingvlam. En dan uiteindelijk ga je kunnen vieren dat jullie samenkomen in eenheid. Wat hebben we? Seven van Challenges. De Tree of Flames, maar omgekeerd, dus moet zo leggen voor jullie. Wacht, hè. Nee. My god, zo leggen, zo is het omgekeerd, ja. En de Seeker of Flames, ja. En ook hier krijg ik dezelfde boodschap zoals ik daarnet al gezegd heb. Dus hetgeen wat je eigenlijk op dit moment nu doorheen gaat en aan het leren bent, is dat jij gaat gaan kijken wat is hetgeen. Die mijn bekers vult. Wat is hetgeen dat mij vervult in het algemeen? Wat is hetgeen dat me blij maakt? En om dat als passie te gaan volgen, om dat als jouw pad, als jouw kompas te gaan volgen. Want dus hier ligt hij omgekeerd. En anders zou je dat kunnen zien als een soort van viering, een soort van eenheid aan jezelf. Maar die eenheid is er nog niet. Maar moest die eenheid er al zijn, dan zou het contact met je tweelingvlam er ook zijn. Geloof me. En dus is het belangrijk dat je ontdekt wat dat jouw eigen vlam is, wat dat jouw eigen energie, wat dat betekent om in je eigen energie die eenheid te creëren. En dus heb je nog werk te doen in de mannelijke en in je vrouwelijke energie om daar die stukken te gaan healen. Om dan in staat te zijn om vanuit de verbinding met je hogere zelf, om vanuit de verbinding met je hart en je ziel, de dingen te gaan doen die nodig zijn om te doen. En dat vraagt dan natuurlijk, wanneer dat je vanuit de verbinding en passie met jezelf, die weet van wat dat je wil gaan doen. En het is eigenlijk ook mooi om te zien hoe dat kleed of die doek of hetgeen dat ze hier draagt, heeft ze hier ook van zichzelf afgeworpen. Of draagt ze hier eigenlijk nog niet, want uiteindelijk komt deze kaart in het dek na dit. Dus hier draagt het nog, het zit in jouw energie. Maar je hebt het nog niet volledig belichaamd. En wanneer je dat gaat doen, dat volledig gaat gaan belichamen, dan ga je perfect ook weten welke beker dat jou die meeste vervulling schenkt. En dat gaat jou uiteindelijk tot die ultieme Ten of Cups leiden, waar dat je die diepe vervulling op elk vlak in je leven zal hebben. Voor degenen die gewoon zijn om met de vlammen te werken, dan zou je, zijn het voornamelijk die twee kleuren die mij aantrekken. Dus het oranje-geel-gouden en de violet-oranje-roze vlam. Dus kijk waar je het meeste op resoneert. En dat is dan hetgene dat je mag aanroepen op dit moment om mee samen te werken. Wat zijn de onbewuste schaduwen? Ik voel heel veel spanning en heel veel chaos ook. Dus ik zou zeggen, laat het los. Hoe dat dingen gaan verlopen en leer mee te gaan in die flow van
de dingen die op je pad komen. Want dat gaat jou meer harmonie en meer geluk brengen, wat je nu nog niet aan kan. Dat zijn de kaarten die ons meer informatie geven over wat we nog niet helder hebben, waar we nog niet bewust van zijn. En hier zien we onmiddellijk weer een 22-kaart. Dus bevestiging dat het inderdaad over tweelingvlammen gaat. 4-4, bevestiging dat het over tweelingvlammen gaat. Nu, hoe meer dat je focust op je eigen stuk en op je eigen pad, want waarschijnlijk ben jij de vrouwelijke energie als je naar deze reading kijkt, ongeacht of je man of vrouw bent. Want mannelijke energieën zitten niet zo vaak in het stuk waarin dat ze echt readingen gaan bekijken om antwoorden te ontvangen. Het kan wel en het gebeurt ook meer en meer, maar in het begin van de fase is dat minder. In het begin van de fase, ik bedoel in het begin van het proces. Dus het is belangrijk om te focussen op je eigen welzijn. En om daar meer bewustzijn rond te krijgen over wat, zoals dat je hier ziet, wat dat brengt er jou nu echt vervulling? En waar verlies je energie? Wie zijn situaties, de personen, de gedragingen die eigenlijk jouw energie ontfutselen en jou uitputten? En om dat meer en meer te krijgen, is het ook belangrijk om die verbinding met je hogere zelf, met je team, om die meer aandacht en meer kracht en meer waarde te geven. En want dat gaat je helpen om een open mind te houden en om veel beter ook de boodschappen te ontvangen die jouw team je eigenlijk wilt geven. Die als een rode draad doorheen je leven eigenlijk gaan lopen en jou vooruit gaan duwen. En dan, naarmate dat je daar meer en meer bedreven in wordt, ga je merken dat het ook gemakkelijker is om die balans te gaan creëren tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. En dat op zich gaat dan ervoor zorgen hoe dat je ook kan zien hoe dat mirakels in je leven komen, maar tegelijkertijd hoe dat je jouw omgeving, welk effect je op jouw omgeving hebt en hoe jouw omgeving ook eigenlijk gaat gaan veranderen omdat jij aan het veranderen bent, omdat jij veranderd bent. In de positieve zin natuurlijk. Wat mag de boodschap nog voor de mannelijke energie? Een boodschap voor de mannelijke energie. In deze connectie. Een boodschap voor de mannelijke energie in deze connectie. Een boodschap voor de mannelijke energie in deze connectie. Een boodschap voor de mannelijke energie. Even snel de energie resetten. Als één. Twee. Drie. En wat is de kaart die voor de mannelijke energie in deze connectie? Wat mogen we weten over de mannelijke energie in deze connectie? Oké, dan gaan we die drie nemen. Ik voel dat voor degenen die aan het kijken is, heel moeilijk is om te weten te komen wat er eigenlijk gaande is in het leven van de mannelijke energie. En dat is er reden voor. De mannelijke energie die gaat, niet, gaat zeker in het begin niet alles over zijn leven vertellen. Waarom? Omdat hij voelt dat zijn vrouwelijke energie zo belangrijk is dat hij dat wil beschermen. Hij krijgt het gevoel op een of andere manier, en dat is iets wat mijn tweelingvlam ook helemaal in het begin gezegd had, voor het eerst in mijn leven heb ik het gevoel dat ik iets of iemand moet beschermen. En het is eigenlijk vanuit dat gevoel dat ze dat willen beschermen, omdat ze voelen dat ze de diepte en de kracht en de uniciteit ervan voelen, dat ze niet alle drama en niet alle shit met jou gaan delen. Plus, tegelijkertijd is het ook niet jouw verantwoordelijkheid. Dus we kunnen dingen wel delen, maar vaak hebben wij als vrouwelijke energie dan het idee van oké, en dan gaan we vanuit ons vervormde mannelijke energie, dan willen we die gaan redden, tussen haakjes. Hè. Dan willen we die gaan ondersteunen, dan willen we die advies gaan geven, hè, want ja, onze connectie met ons team is toch sterker. Wel, guess what? Dat is niet de manier om te doen. Het is belangrijk dat je leert om je mannelijke energie de kans te geven en de ruimte te geven om zelf dingen uit te zoeken. En het aan hen over te laten. Wanneer dat ze vragen hebben, zullen ze het stellen aan jou. Wanneer dat ze dingen willen weten over spiritualiteit, over energie of wat dat dan ook maar is, dan gaan ze het aan jou vragen. Dus
Let op dat je niet in de valkuil valt van het idee van ik weet het allemaal beter en ik heb het allemaal gezien en ik weet de weg vooruit, dus ik ga het gewoon zeggen en dan moet je maar luisteren. Want dat komt eigenlijk voort vanuit je eigen wonden en vanuit het gevoel of de wil van te controleren. En dat is eigenlijk jouw eigen vervormde mannelijke energie. Vandaar ook hier de focus op jouw mannelijke en vrouwelijke energie om dit verder te helen los van jouw mannelijke energie. Dat is ook de reden waarom jullie in separatie zijn op dit moment. En wat hebben we hier? Ja, beautiful engaging. Kijk, het hart van jouw mannelijke energie, van de mannelijke energie in deze connectie, is meer en meer aan het loskomen. Is meer en meer, hij gaat zich meer en meer gaan openen. En de reden daarvoor is omdat hij meer en meer ook zijn eigen vrouwelijke energie gaat gaan vertrouwen. Want zolang dat hij dat niet doet, kan hij niet in verbinding met jou als vrouwelijke energie komen. Dat gaat gewoon niet. En dus dat is er ook de reden waarom dat dingen in zijn leven nog niet gaan zoals dat hij zou willen hebben. Dat hij nog niet de overvloed hebt zoals dat hij zou willen hebben. Want dat zorgt ervoor, dus eigenlijk zijn fysieke wereld pusht hem om naar binnen te gaan en om antwoorden te gaan zoeken. Want dingen zoals dat hij altijd gedaan heeft, dat werkt niet meer. En dat gaat er voor hem helpen zorgen. Hier staat er op een deep breath. Maar het is ook 7. Dus 7 is weer een bouwsteen. Dus dat proces wat hij nu inzet, gaat hem helpen om die verbinding met zichzelf beter te gaan, of eigenlijk te gaan vertrouwen, toe te laten, en daar ook meer en meer bedreven in te worden. En inderdaad, dat gaat hij leren. Gaat hij bijvoorbeeld beginnen mediteren, of gaat hij dingen beginnen opzoeken daaromtrent. Maar daarvoor is het net belangrijk dat je loskomt van je mannelijke energie en hem die ruimte geeft om inderdaad zelf in dat proces te gaan. Maar net ervan weg te stappen, gaat hem die pijl in zijn kont geven, als het ware, om toch iets te gaan doen en vooruit te gaan. En actie te nemen in zijn eigen proces, waar dat dan uiteindelijk automatisch verbonden is met actie in de connectie. En voor de vrouwelijke energie, wat is er gehandeld? Kijk, een Mary Motive en ik ga onmiddellijk de tweede kaart doen, Waking the Line. Waarom? Omdat die 19 en 20. Dus die hangen met elkaar en die hebben ook hiermee te maken. Dus naarmate dat jij meer de mannelijke energie in jezelf heelt, gaat jouw mannelijke energie en de connectie in staat zijn om te verbinden met de geheelde codes in jezelf. En dat gaat de leeuw ontwakenen in jouw divine masculine, in jouw goddelijke tegenpartner, in jouw perfecte soulmate, of hoe je het ook wel noemt. Maar daarvoor dient dat om eerst zelf alle dingen te doen wat je eigenlijk deed om jouw tweelingvlam aan te trekken en om die perfecte liefde te ervaren, moet je nu eigenlijk eerst en vooral voor jezelf gaan doen. En daarom is hier ook een Mary Motive. Ga en wees eerlijk met jezelf. Heb al de dingen die je tot nu toe gedaan hebt. Was het vanuit controle of vanuit vertrouwen? Was het voor jezelf of was het eigenlijk omdat je probeerde jouw divine masculine wat te gaan omarmen? Gaan eigenlijk niet gaan omarmen, maar eigenlijk een stukje te gaan lokken. Is dat zo? Geen probleem, maar weet en besef dat dat vanuit de vervormde vrouwelijke energie is. Dus daar is belangrijk om daar heel bewust mee om te gaan. Ik voel dat ik voor jullie kaarten uit Angels of Atlantis mag gaan trekken om te tonen met welke energie dat je mag samenwerken. Met welke energie mogen ze gaan samenwerken op dit moment? Oeps, dat is te veel, maar wel deze. En dat is hoop. Ja, Aartsengel Haniël en hoop, tuurlijk. Blijf vertrouwen in de connectie, ongeacht hoe dat nu de situatie is. Maar weet dat alles verbonden is met je proces als ziels. En de groei van je ziel, van jouw ziel, van de ziel van je tweelingplan. En dat alles beschermd en geleid wordt door jullie hogere zelf. Dus als je het even lastig vindt of moeilijk vindt om nog te blijven vertrouwen in de connectie en in het hogere, grotere geheel en in het goede verloop van alles, vraag gewoon een Aartsengel Haniël en aan jouw team. Of van de robijnrode vlam met gouden omranding of zonder gouden omranding, maakt niet uit. Om je weer hoop te geven, om zodanig dat het weer voelt, dat je weer de moed krijgt om te blijven doorgaan. Welke boodschappen kunnen we nog meegeven aan deze groep om terug naar liefde en eenheid te komen? En als je wilt deel uit te maken of op de hoogte gebracht worden van de giveaway dat ik ga doen in juli, dan zou ik zeggen, klik nu op abonneren en geef me een like op de video. Want dan weet ik ook dat dit een groep is die actief op zoek is naar informatie. En dan kan ik jullie op die manier ook zo goed als mogelijk bijstaan in het proces. Want ik weet hoe uitdagend en hoe lastig het is. Wat zijn de boodschappen?
Als je niet wil wachten op de giveaway, dan kan je ook de deckjes dat ik gemaakt heb, de orakelkaart en dat ik gechanneld heb met boodschappen, kan je ook zelf aanschaffen via de linkjes onderaan de video. Of als je ondersteuning nodig hebt, of je wilt jouw eigen persoonlijke reading, dan kan je, ik vergeet het altijd mee te delen, maar dan kan je dat dus zien onderaan deze video. Ook de link om in te schrijven voor het membership. Vind je daar terug, als ook de andere trajecten en online cursussen. Oh, ik zag dat er weer één. Waar is die? Er was één al omgedraaid. Hè? Is dit dan weer opnieuw gedraaid? Ah, nee, hier. Daar. Oké. Ik weet niet waarom, maar ik voel geleid om alles in één keer eerst te halen en dan de mee te geven aan jullie. Wat zijn de boodschappen van de universele vlammen voor deze groep? Dank u, dank u, dank u. Oké, ik voel dat hier maar één is. Ja. Je lichaam wordt gevoeliger naarmate je bewustzijn verruimt. En dat is ook zo. Dus luister ook echt naar wat dat je lichaam jou vertelt. Want dat gaat jou alleen maar positief behulpzaam zijn in je verdere proces. En zeker ook bij je tweelingvlam. Roep de zwarte diamanten vlam aan om de dualiteit in deze situatie te tonen. Ja, want alles wat je tegenaan loopt in jouw tweelingvlamconnectie komt nog voort vanuit de dualiteit. En naarmate dat je meer en meer dat eenheidsbewustzijn gaat omarmen en gaat integreren, dan ga je ook veel meer zien wat dat er van jou is, wat dat van de ander is. En wat je eigenlijk bekijkt vanuit die dualiteit en vanuit die gescheidenheid en niet vanuit die eenheid. Dus ook hier op mijn playlist hier op YouTube onder de met de naam Transmissies met Universele Vlammen ga je een transmissie vinden met de zwarte diamanten vlam. Dus als je nog nooit met de vlammen samenwerkt hebt, is dat een ideale manier om het te leren. Het kan ook sneller en dat is ook iets wat ik leer in de trajecten. Maar roep zeker de zwarte diamanten vlam aan om jou verder informatie te geven en dingen uit te zuiveren die mogen uitgezuiverd worden. Stel jezelf de vraag: wat kan je nu doen voor jezelf? Luister naar muziek die je energie geeft. En ook daar is het heel belangrijk en heeft ook te maken met die gevoeligheden. Wees heel bewust van wat dat je absorbeert en wat dat je tot jezelf toelaat en wat niet. Een win-win uitkomst is er. Hou je visie open. Dat is hetgeen dat we daarnet ook gezien hebben. Hier, die Mary Motor. En blijf positief denken en die hoop houden, want het is er. En ondertussen bouw verder aan je fundament, zodat het steviger wordt. Dus dat is heel belangrijk. Bouw verder aan jouw eigen fundament, jouw eigen zekerheid, jouw eigen pentacles. Dat is hetgeen dat we ook gezien hebben hier met die onderste kaart. Hè. Via het gebruik van de alchemie, via de alchemie van de liefde, via de alchemie van de elementen. En dan ga je zien dat er dingen in je leven gaan veranderen. Want kijk, een nieuw begin is er altijd. Het is een kwestie van de keuze maken. Liefde geeft meer kracht dan welke wonde of pijn dan ook ooit zal hebben. En dat is ook weer te maken met het verder uitzuiveren en healen. Als je iemand lief hebt, wees dan niet zuinig. En stress en negatief denken verlamt je immuunsysteem. Dus als er iets is waar ik vanaf vandaag mee zou stoppen, laat het dan dit zijn. Want dat gaat jou sowieso ook weer positief van invloed zijn op jouw connectie. Sowieso. Als je een individuele reading wilt, specifiek gericht op jouw situatie nu, of dat je nu in een tweelingvlamconnectie al bent, of in contact met je tweelingvlam, of een soulmate, of whatever dan ook, dan kan je dat ook reserveren via de linkjes hieronder. Er zijn niet veel zoveel plaatsen meer vrij, aangezien ik in juli en augustus iets minder één op één ga werken en ook minder tijd beschikbaar ga zijn. Dus ik zou zeggen, als je daar interesse in hebt of je twijfelt, doe het nu nog en wacht niet. Tot in de zomer of in juli, want dan zou ik een zin hebben dat je maar pas in september of eind augustus zou kunnen geholpen worden. Zo, dat gezegd zijnde, dan wens ik jou alvast een hele fijne dag verder en we spreken elkaar in een volgende video. Daag!